werd niet zo gechoqueerd door de seks. Ik vond het eigenlijk wel een interessante beleving van jonge mensen. En dat was toevallig mijn dochter. Lara, je hebt een film gemaakt op Jamaica en deze gaat nu viral. Het gaat bijna alleen maar over seks. Wat is dit voor film? Tja, dat laat ik een beetje aan de kijker over, denk ik. Ik weet het zelf ook niet helemaal. Where do you want it, huh? Tell me where you want it. Hey, can you tell me where you want it? Where you want to have it? How you want it in your face? Where you want it? Ik denk toch voor heel veel vaders in Nederland is het een nachtmerrie om te zien hoe hun dochter seks heeft met iemand. Nou, dat valt dan mee. Ik vond het eigenlijk wel een interessante beleving van jonge mensen. En dat was toevallig mijn dochter. Misschien dat jij, of ik weet niet wat je ervan vindt, maar dat je het aanstootgevend vindt. Maar heel veel mensen vinden het heel mooi. Dus dan is het natuurlijk leuk, als je iets hebt gemaakt waar je trots op bent, wil je natuurlijk dat veel mensen dat zien. Op een gegeven moment vertelt ze hoe ze in een donker, nat, vochtig hutje met... Ja, u lacht er al bij, maar met die man seks heeft gehad, denk je dan niet... Wat denk je dan als vader? Ik dacht, had een matras uitgezocht en dan is het een beetje in een arme, tierige omgeving. Dat vind ik dan jammer. Ik bedoel, om het nou op een betonnen vloer te doen. Hè? My last the king's clock was not too long because you hard fucked me without pain. Oh ja. Yeah. But it was big enough to do all the work. Voor u is het kunst? Ja, ik vind het wel een vorm van kunst, ja. Ja. U heeft genoten? Nou ja, nee, ik heb gewoon gekeken. Ik heb niet genoten. Ik heb gewoon gekeken en gedacht van, hé, dat heeft ze gemaakt. Interessant.